Op dit moment ben je ook druk met een best origineel idee, want het liedje De Mooiste van de Klas. Veel te zien bij ons op TV Oranje, maar je bent nu ook met de B-kant op pad. Vond je het liedje te leuk om het maar een B-kantje te laten? Nou, weet je wat het is? We zijn best heel druk in de studio met allemaal nieuwe liedjes. En voor het nieuwe album wat eraan gaat zitten komen. En ja, ik vond het leuk om niet één liedje op de single te zetten. Ik wou gewoon graag twee nieuwe liedjes brengen. En ja, de organisatie van Toppers van Oranje vond het leuk om mij toch de kans te geven om de B-kant, zeg maar, zoals wij dat noemen in de muziektermen, om die hier vandaag te doen. Dus daar ben ik ze super dankbaar voor. Want in principe is het natuurlijk gewoon, iedereen staat hier met zijn officiële single. En dat is deze plaat eigenlijk niet. Dat is de B-kant. Maar wel een heel mooi liedje, Even Niets heet het nummer. En dus die ga ik hier vandaag brengen. En het is een voorbode aan het album wat eraan zit te komen. Hoe ver ben je daarmee? Ja, ver. We zijn echt wel wekelijks 2-3 dagen in de studio en dat gaat hartstikke goed. Jij hebt echt wel, met name het laatste jaar, echt een massaproductie, hè? Want de nieuwe singles vliegen ons om de oren. Ja, nou, ik vind het, ja, weet je bent zanger en je maakt muziek en dan vind je het ook heel leuk om dat weer te delen met je fans en je volgers en de rest van Nederland. Dus je kan nou eenmaal niet elke maand een nieuwe single uitbrengen. Dat is te overdreven. Je moet zo'n liedje de tijd geven om het te laten werken. Maar als je mij in mijn hart kijkt, doe ik dat wel het liefst.